ben inmiddels 20 jaar ambassadeur voor War Child. Avonden zoals deze hebben we eigenlijk niet of nauwelijks gehad in die 20 jaar. En is eigenlijk iets wat nog een beetje ontbrak. Een avond als vanavond, waar we Edwin en Sunil, twee keer twee sterrenkoks op een bijzondere locatie, met bijzonder eten, met bijzondere drank, is een nieuwe manier van War Child om mensen aan ons te verbinden. Ik vind het een hele mooie project wat ze doen en ik ondersteun ze met hart en ziel. En daar gaat het mij om. En daarom ben ik hier, waar we hopelijk genoeg financiële middelen ophalen om hun uit de oorlog te halen. En dat ondersteun ik met mijn hart, met liefde. Ik heb 20 jaar geleden beloofd, toen ik voor het eerst in contact kwam met deze oorlogskinderen, om ze te helpen, dat ik op elke zeepkist zou klimmen om hun verhaal te vertellen, omdat zij niet bij machten zijn dat te doen. En ik heb dat heel serieus genomen en ik doe dat nog steeds, of het nou is in een film, of dat is hier vanavond om voor deze succesvolle zakenmensen te spreken, of dat is voor een schoollokaal. Foto's maken, het maakt niet uit. Ik gebruik elke gelegenheid om dat verhaal van die oorlogskinderen, die dat zelf inmiddels niet meer kunnen, om hun verhaal te vertellen. Ik kwam Ernst tegen op een evenement en we geraken met elkaar aan de praat. Ernst vertelt wat er allemaal gebeurt, wat hij allemaal heeft meegemaakt, waar hij overal naartoe geweest is. En dat heeft me geraakt, op een of andere manier. Dus dat raakte mijn hart en ik zeg, luister, als ik iets voor je kan doen, bel maar. En nog een twee dagen later ging hij aan de telefoon. En dat is waarom ik zo trots ben op zo'n avond als vanavond, waarin we met een hele grote groep mensen achter War Child gaan staan, zodat we meisjes en jongens in helaas te veel landen in conflict, die daar helemaal niks aan kunnen doen, die hebben onze hulp nodig en dat doen we op een avond als vanavond op een hele bijzondere manier. En dat is te gek, dat is echt een feestje. We merken dat als je mensen weet te raken, en dat doen we in Nederland, dat doen we in andere landen op verschillende manieren, en hier op Ibiza op deze manier, dat mensen War Child niet loslaten. En dat ze eigenlijk hun leven lang War Child willen blijven ondersteunen. Maar de echte winnaars vanavond, de echte winnaars zijn de kinderen. De echte winnaars zijn de kinderen die wij kunnen helpen, doordat wij vanavond gek genoeg een fantastische avond hebben gehad. En daardoor zijn er kinderen die kans krijgen op een betere toekomst. Zij leren schrijven, ze leren rekenen. En zij kunnen straks, omdat wij, potverdikkie, een fantastische avond hebben zij straks een fantastisch leven. Dankjewel.